Vandaag is de dag van de melk. Doe je mee? Gaan we melk tekenen. Ja, melk. Hoe teken je nou melk? Nou, laten we eens beginnen met een glas. Zo. Daar zit er een bodem aan de glas. Zo. Nou ja, dan hebben we natuurlijk reflectie op de glas. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij water. Alleen, wat is nou bij melk het geval? Laten we hier de melk tekenen. Zo. Er zit melk in het glas. Ja, bij water kijk je er dan doorheen. Hè? Dan zou die streep hier doorlopen aan de achtergrond. Wat is bij melk het geval? Melk kijk je niet doorheen. En die heeft hier een schaduwpartij. Dus dan weet je dat die vloeistof dus niet doorzichtig is. Vandaar dat je dan hier dat zo tekent. Nou, hier zit dat is het glas zelf. En hier dan wat reflectie zo. Ook nog even zo. Dan zie je wat duidelijker dat het glas is. Nou, melk in een glas. Melkpak natuurlijk erbij. Dat zullen we er een beetje schuin achter tekenen. Zo. Melk. We mogen er ook gewoon op schrijven natuurlijk. Hè? Hoe teken je dat? We kunnen hier natuurlijk nog een koe tekenen. Even een gevlekte koe. Zo. Dat is helemaal een pak melk natuurlijk. Nou, dat is heel snel en simpel een koe getekend. Het gras. Dopje op de melk. Dat hoeft niet. Je hebt natuurlijk ook pakken zonder dopje. Zo, een beetje de vouwen erin. Beetje logo-achtig. Nou, een melkpak. Hier wat schaduw zo bij. Ik zou zeggen, verzin zelf ook nog eens wat dingen met melk. Je kan er zo ook nog een stuk kaas erbij kunnen tekenen, gemaakt van melk. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.